Dag mevrouw Adema. Goeiedag. Goedemorgen. Wij komen even kijken waar de burgemeester zit. Nou, die zit hier. Hallo. Hi. Ik ben Mundo. Ina Adema. Ik kom vandaag foto's en filmpjes maken van de gemeente Veghel als organisatie. En waar komt het vandaan? Wij zijn bezig met een platform dat werkplekken wil laten zien zoals ze echt zijn. Ja. En we willen Veghel eigenlijk op een authentieke, transparante manier neerzetten. Ja. Zodat zowel mensen naar buiten als mensen intern een beter beeld krijgen van wie Veghel, de gemeente als organisatie, nou is. Ja, precies. En daar hoort ook een bureau van de... Van de burgemeester bij. Ja, de deur stond open, dus ik dacht we lopen gewoon, gewoon binnen. Die ook gewoon een computer heeft en e-mail gaat bekijken. En die ook gewoon een mens is van vlees en bloed. Ja, ook dat nog. Ja, ja precies. Dus zeker. Kan je heel kort wat vertellen over je werk hier? Iets over mijn werk hier. En wat je zelf wil. Ja, mijn werk dat bestaat uit een heleboel verschillende facetten natuurlijk. Ik zit nu toevallig achter mijn bureau. Maar dat gebeurt niet heel erg vaak. Want meestal heb ik of vergaderingen extern, maar ook een heleboel bezoeken in de gemeente. Ik ga bijvoorbeeld straks naar iemand die 102 is, om eens wat te noemen. Dat hoort ook bij mijn werk. En allerlei verschillende openingen. Maar het grootste deel van mijn werk ben ik toch wel bezig met overleggen, contacten met bedrijven, met instellingen, met inwoners. En ook buiten Veghel, provincie, het Rijk. Ja, eigenlijk van alles en nog wat. Ik heb een hele leuke gevarieerde baan. Daar komt het eigenlijk op neer. Waar je de ene keer inderdaad achter de computer zit, maar dat nooit de hele dag hebt. Echt totale afwisseling altijd. En dat maakt het leuk. Dat maakt het soms ook wel ingewikkeld. Want je weet van tevoren nooit precies hoe de dag verloopt. Maar ja, dat vind ik dan weer heel erg leuk. Dank.